beste, doe beste, dat vindt van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij mee, wat brengt hij mee, wat brengt hij in de mij? Zoet was toen, die staat was krijgt de roep. Hij komt, de liefde goede zint. Mijn beste, doe beste, de vriend van ieder kind. Nou jongens en meisjes, goeie avond allemaal. Alle papa's en mama's thuis op de bank. Die zitten allemaal tv te kijken. Wij zitten hier allemaal te wachten op Sinterklaas, hier in Liemt. Zou die vandaag komen, ja toch? Ja! Ik denk het ook. Met de intocht is het ook gelukt, hè? Het duurt wel eventjes. Maar ik weet zeker dat hij vandaag ook komt. Ja. Misschien helpt het als wij een liedje daarvoor doen zingen. Ik heb ook een liedje gezien. En we gaan nou nog eens een liedje zingen. En dan hoop ik dat hij het hoort. En dat hij zo binnenkomt. Je moet heel hard zingen. Heel hard, maar wel heel mooi, goed? Nu weten we een liedje. Zo. Sigins komt de stoomboot. Zullen we daarmee beginnen? Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe pot zijn paardje en de kop en weer. Hoe waaien de rimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept. Ja, dat klopt. Want anders was het niet goed gekomen. Nee, dan waren de andere pieten niet hier geraakt, hè? Nee, nee, nee. Dan was het dan niet gelukt. Nee, nee. Nou, Sinterklaas, er zijn hier een paar kinderen. Ja. En die hebben een heel mooi knutselwerkje voor u gemaakt. Oh, dan ben ik benieuwd. Sam, wil jij als eerste jouw knutselwerkje komen geven? Want die zit al zo lang te wachten. Och, dan zullen we zien. Kom hier niet staan, Sam. Even kijken. Kun jij vertellen aan de kijkers thuis wat jij gemaakt hebt? Een echt schilderij. En moet eens kijken. Prima hoor. Een mooi paard erop. Mag ik dat meenemen? Och, en mee naar Spanje natuurlijk. Hè. Oh, daar hang ik in mijn paleis. Ja, dat kan je mooi in het paleis hangen. Mooi, hè? In zijn werk. Heel mooi gemaakt hoor. Graag gedaan, Sam. Heel fijn en bedankt, hè, lievertje. Goed gedaan. Thijs, jij had ook een hele mooie kruk laten. Ja. Kom maar eens even hier staan. Oh, dat is Thijs. Staat er een heel verhaaltje op Thijs. Het is een versje. Een versje. Zou jij hem willen voorlezen aan Sinterklaas? Ja? Nou. Ik vind het fijn dat ik samen met jou naar de
intocht mag kijken en dat ik dan op televisie kom. Ik vind het fijn om bij de Zwarte Pieten te zijn. Jullie bakken hele lekkere pekennoten, hele lekkere pekennoten en chocoladeletters, die vind ik ook heel lekker. Heel lekker, dankjewel Thijs. Thijs, hoor. Knap hoor. Thijs. Dat doe ik ook. Hebben jullie dat gehoord, Zwarte Piet? Ja, we bakken hele lekkere pepernoten. Lekkerste pepernoten. De lekkerste pepernoten. Heel mooi. Heel mooi hoor, Thijs. Nou, die kunt u mooi in lijst doen. En naast het andere schilderij komt het helemaal goed. Ella, kom jij nu even? Ella had ook speciaal voor u. Is het voor mij? Nee. Oh, dat is toch jammer. Het is voor u, Sinterklaas. Oh, dankjewel. Heb je gemaakt, Ella? Voor Sinterklaas van Ella. Ella. Een mooie kleurplaat. Heb je Sinterklaas goed mogen proberen na te tekenen? Ja, dat is knap gedaan hoor. Ja, ja, dat gelukt hè. Ja, hij lijkt wel Sinterklaas. Hij lijkt wel hè. Ik vind hem goed lijken. Heel mooi hoor, dankjewel Ella. Goed je best op gedaan. Mooi. Jongens en meisjes, weten jullie nog wat er allemaal gebeurde bij de intocht? Weten jullie dat nog? Het filmpje van tevoren? Van de Zwarte Pieten? Hoofdpiet die zat op kantoor en de Zwarte Pieten. Eén Pietje durfde niet, hè, met de boot. Nou, hij werd heel erg ziek. Hij werd ziek op de boot, zeeziek. Dus toen zijn ze maar met de trapkar gegaan. Met het traptreintje, ja. Over het spoor. En toen zijn ze een spoorbijster geraakt, kwijtgeraakt. Maar het was nog goed gekomen. Het was gelukkig goed gekomen, Sinterklaas. Ja, dat klopt. Nou Sinterklaas, wij stonden die zondag stonden wij allemaal met smart op u te wachten. Sommige kinderen hebben zelfs heel mooi hun fiets versierd en zijn achter de koets aangefietst om u mee op te gaan halen. Het weer zat niet helemaal mee, maar goed, volgend jaar weer beter toch? Uiteraard, ja. Bent u ook zo benieuwd hoe het nou overkwam? Want wij hebben alles gefilmd. Ik zou dat best eens willen zien. Ja? Ja, ik zou dat best eens willen zien. Jullie ook? Want het was toch weer een fantastische intocht hier in dat mooie liefde. Het was super. Super, ja. Super. Maar ik ben benieuwd. U bent benieuwd. Nou, ik ook. Jullie ook? Ja! Zullen we allemaal naar de intocht gaan kijken? Ja! Nou, daar komt-ie. Jullie willen niet met de boot mee naar Nederland. Nee, beste hoofdpiet. Ik ben vorig jaar enorm ziek geworden op de pakjesboot. Ik heb heel erg last van zeeziekte. Ja, hoofdpiet. Pedro heeft vorig jaar de hele tocht van Spanje naar Nederland over de reling gehangen. Pietje was helemaal leeg toen ze in Nederland aankwam. Ja, aan zieke pieten hebben we niks. Sinterklaas wil alleen maar fitte pieten. Maar ja, hoe komen jullie dan in Nederland? Het geld is op aan alle cadeautjes. Jullie hebben geen rijbewijs. Je mag niet op Amerika en op de fiets is te ver. Hoe gaan we dit oplossen? Als ik nou eens een paar grote vleugels maak, dan kan ik misschien wel vliegen. Ja, vliegen, Pedro, je spoort niet. Spoort niet? Spoort niet? Spoort wel! Pedro, jullie gaan per spoor. Per spoor? Weet je wel wat een treinkaartje kost? Nee, jullie gaan niet per trein, jullie gaan met een te gek voertuig, de TGV, oftewel de traptrein. Ik heb hier een foto op mijn smartphone. Kijk maar. Wauw. Zo. Ja, en Pablo, omdat de traptrein door twee pieten moet worden getrapt, mag jij de reis mee gaan maken. Maar weet je wel hoe ver dat is? Ja, maar jullie zijn met 2 pk, oftewel 2 pietenkrachten. Dus ik denk dat jullie daarmee net op tijd in Nederland aan moeten kunnen komen. En ik wil jullie vragen om een speciaal cadeautje voor burgemeester Buis mee te nemen. Want de pakjesboot zit propvol. Die kan er echt niet meer bij. Is goed. Maar hoe eten we de weg? Spoor. Weet je wel hoeveel wissels er in het spoor liggen van Spanje naar Nederland? Pieten, daar heb ik ook al aan gedacht. Jullie maken gebruik van het gerichte Pietenspoor. Oftewel de GPS.
En mag ik jullie voorstellen aan onze allerhoogste Piet der Pieten? Satelliet Piet! En als jullie nou het spoorbijster zijn, dan heb ik hier een telefoonnummer. Als jullie dit nummer bellen, helpt Piet Satelliet jullie verder. Bewaar het nummer goed. Oké. En jullie eindbestemming is Station Castera. Het kan niet fout. Pieter, ik zeg het nog één keer. Raak het nummer niet kwijt, want dan is Piet Satelliet onbereikbaar. Hoofdpiet, we raken het nummer echt niet kwijt. En daardoor de weg dus ook niet. En we zullen zorgen dat het cadeautje voor de burgemeester op tijd in Liemde is. Heb nou toch eens vertrouwen in ons. Toedeledokie! Als dat maar goed gaat. Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet. Ik zat Pietje satellietjes bellen voordat ik links of rechts af moet. Ja, hallo? Hallo, Pietje satellietje. Wij komen dadelijk bij een hele moeilijke kruising in Frankrijk. En moeten we nou links of rechts af? Bij de volgende wissel houdt u rechts aan. Ik herhaal, bij de volgende wissel houdt u rechts aan. Oké, bedankt Pietje satellietje. Kom op Pedrootje, we gaan rechts af. Kedekedeng, 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 kedekedeng. Oeh, oeh. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen klapte zijn band. Moest hij gaan lopen met de fiets in de hand. Toen kwam hij bij een dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. De smid moest toen lachen en plakte zijn band. Proost Piet! Op onze tocht naar Nederland! Mmm! Bonjour! Zeg Pedro, zullen we verder gaan? Zeg Pablo, gooi je al die servetjes even in de prullenbak? Goed plan. Zeg Pablo, we zijn nu al zo lang rechtuit aan het fietsen en ik heb nog steeds geen bordje Liemde gezien. Bel jij Piet Satelliet eens even? Geen probleem Pedrootje, ik zal Piet Satelliet eens bellen om te vragen waar we zijn. Pedro, het telefoonnummer! De
prullenbak in Frankrijk. Oh, help! Kinderen, we zijn het spoor bijster. Die Pieten hadden al lang in Liemd aan moeten komen. Satelliet Piet, ben jij nog gebeld op Pablo en Pedro? Ik heb geen contact gehad met Pablo en Pedro. Oh mijn hemel, we zijn het contact verloren. Satelliet Piet, hoe ver is jouw bereik? Op mijn hoogste stand is mijn bereik 15 kilometer. Nou, laten we dat dan maar proberen. Ik kan scannen als het helder weer is. Oh Pedrootje, we zijn niet alleen de weg naar Liemde kwijt, maar ook nog eens het nummer van Satelliet Piet. Zo komen we nooit op tijd voor de intocht. Ja, en dan staat de burgemeester dadelijk ook nog met lege handen op het gemeentehuis. Wat een afgang! Hoofdpiet, ik heb beet. Ik heb Pablo en Pedro in het vizier. Geweldig! Laat eens zien. Kijk maar op het scherm. Ze zijn al bijna bij station Kasteren. Fantastisch! Ik ga meteen 2 verkeersregelaars Pieten regelen om ze binnen te loodsen. En dan zijn de Pieten en het cadeau misschien nog net op tijd. Oké. Liep, liep. Krijgen. Zeg Pedrootje, zie jij wie ik zie? Ja Pablo, ik zie ze ook! Hyper de Piet! We moeten dus even snel zijn om op tijd te zijn. We gaan naar het station toe. Kom! Thank you.
Hey, Albert. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En zing wel iets! Meneer de burgemeester weet wel hoe ver het hier is. Oh, duurt het nog even? Ze komen eraan. Ja, ik hoor nou ook de fanfare. Horen jullie die ook? We horen de fanfare, hè? Zien we de fanfare ook al? Ik zie daar wel een auto, maar ja, daar hebben we niks aan natuurlijk. Ik zie daar al heel veel papa's en mama's aan die kant op. Daar komt hij eraan. Daar komt hij eraan. Ik weet nou misschien een wat sneller paard. Ja, een sneller paard, ja. Misschien een goed idee. En Sinterklaas, zien we Sinterklaas al? Nee, daar komt de fanfare aan. Oh, kijk naar Pietje bij de fanfare. Dat is de verkeersregelaars, Piet. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zakkenlaas. Ja, daar komt hij aan, jongens, ik zie het. De hele. Ja hoor, daar komt hij aan, de Sint. Ik zie hem al, zien jullie hem ook al? Wat zeg je? Oh, ik zie hem al, met de paraplu, dus hij heeft niks van de regen gemerkt. Ja, gelukkig, gelukkig, hij is er. Ja, echt wel. Kom zelf, Sinterklaas, de kinderen wachten op u. We hebben zo lang gewacht. Oh, hij gaat toch niet de verkeerde kant op, hè? Nee, hij komt deze kant, hij komt deze kant. Oh. Wat ik in mijn schoentje vind, zing allemaal. Van die beste Sint. Harder, want hij komt er nou aan. Binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien nog harder. Zingen en we springen en we. Ja, ik zie hem! Oh, daar komt hij aan! Ah, Sinterklaas! Sint. Zou je hem even moeten helpen, Zwarte Piet? Dag Sinterklaas!
Dag Sinterklaas! Goedemiddag! Ik ben zo blij dat u er bent! Jongens en meisjes, wij zijn allemaal zo blij dat Sinterklaas er is, hè? Sinterklaas, ik heb een microfoon voor u. Want, en Hoofdpiet, ik heb ook een microfoon voor u. Wij zijn heel benieuwd, want u had twee Pietjes bij die verdwaald zijn en wij hebben ze nog steeds niet gezien. Ja, lieve kinderen, even goed luisteren, want we moeten een probleempje oplossen. Ja, burgemeester, nou had ik u heel graag een cadeautje aangereikt, maar dan moet ik even mijn Hoofdpiet aankijken. Of die weet waar het cadeautje is gebleven. Tja, Sinterklaas. Oh, maar kinderen, ik hoor van mijn Hoofdpiet dat er een aantal pieten het spoor bijster zijn. Dat is een ramp. En het cadeau? Ik had het zo goed geregeld. Pedro en Pablo, die zouden het cadeau meenemen. Maar ja, die zijn nu het spoorbijster. Het spoorbijster? Ja, Pedro en Pablo zouden met de traptrein naar Nederland komen. Omdat Pedro zo zeeziek wordt. En ik had zelfs het nummer van satellietpiet gegeven. Dan konden ze hem altijd bellen als ze de weg kwijt waren. Maar ik ben bang dat ze het nummer zijn kwijtgeraakt. We hebben al dagen niks meer van ze gehoord. En ze hadden er al lang moeten zijn. Nou, dan lijkt het mij toch het beste om Piet Satelliet eens eerst heel goed rond te kijken wat er aan de hand is. Misschien kunnen we roepen, Sinterklaas. Oh ja. Zullen we hem allemaal roepen? Oh ja. Piet Satelliet. 1, 2, 3. Piet Satelliet! Piet Satelliet! Piet Satelliet! Piet Satelliet! Piet Satelliet! Piet Satelliet! Ik zie hem nog steeds niet! Piet Satelliet! Oh! Wat gebeurt daar? Kijk eens daar, jongens! Oh, moet je daar zien! Hallo Sinterklaas. Ik ben. Hallo Hoofdpiet. Hallo. Hallo Hoofdpiet. Kijk hem over. Kan ik? Ik zal kijken of ik Pedro en Pablo kan zien. Heel mooi. Daar komen de Sinterklaas. Zullen we ze een heel groot applaus geven als ze hier zijn?
komen ze aan! Oh, daar zijn ze! Nog wel eens over hebben, Pedro. We hebben wel het cadeautje voor de burgemeester bij ons. Oh, ja, daar zaten wij met smart op te wachten, hè. Burgemeester, hier heb ik dan uiteindelijk het cadeautje wat voor u bestemd is. Het is een heerlijke lekkernij en ik zou zeggen, namens alle aanwezigen hier, geniet er maar heerlijk van. Maar dat zal best lukken, denk ik. Hè? Mag ik je dit zo overhouden? Want ik heb maar één hand, hè? De andere in de microfoon. Alsjeblieft, burgemeester. Ik weet niet of ik het nog even moet laten zien, want het schijnt heel mooi te zijn. Ja, het is echt heel mooi. Ik zou het maar laten zien, ja. Als dat lukt tenminste, hè. We zijn wel heel benieuwd wat erin zit, Sinterklaas. Ik moet even snel openmaken, hoor. Ik was vroeger al niet zo geduldig met het uitpakken van cadeautjes. En nu nog steeds niet, Sinterklaas. Maar dat weet ik wel. Ja. Helpen, burgemeester. Zo. Moet eens kijken, lieve kindertjes. Voor de burgemeester. Oh, want die vindt zo fijn dat de Sint weer een Limde is, hè. Jullie ook? Nou, burgemeester. Oh. Wat zou erin zitten? Nou, een klumpjesbrood. Nou, wat een heerlijke lekkernij. Maar burgemeester, daar hoort toch zeker ook een servetje bij, Pedro? Ja, die want hebben wij. Oh, dankjewel. Een servetje, maar wat zie ik? Daar staat een telefoonnummer op. Hebben jullie dat nog nodig? Nee, Sinterklaas. Oh, nee? Sorry, nou, Sinterklaas. Dan zal ik het maar aan de burgemeester geven. Alsjeblieft. Dan is de zaak helemaal compleet. Sinterklaas, ik zou u heel graag willen bedanken voor dit mooie cadeau. En eigenlijk hè, een heel mooi cadeau. Ik eet heel graag Liems klumpjesbrood, dat is natuurlijk al geweldig. Maar eigenlijk wil ik dit Liems klumpjesbrood aan alle vrijwilligers die straks misschien nog ergens stoppen vanavond, graag deze taart aanbieden. Want dan hebben zij ook iets lekkers. Want vandaag Sinterklaas, en ik heet u ook van harte welkom, kan natuurlijk alleen maar als iedereen daaraan meewerkt. En ik weet toevallig dat op scholen, maar ook de ouders, maar ook de vrijwilligers hier vandaag, waarvan ik al een paar gesproken heb, keihard gewerkt hebben om u hier vandaag te ontvangen. Dus ik zou heel graag, pak het graag aan, ik heb het heel graag, maar geef het toch liever door aan vrijwilligers hier uit Lindersenplaats, als u dat goed vindt. Ik vind dat zeker goed, burgemeester, en ik vind het een heel prachtig idee.
Ik hoor dat geweldig. Ik zou graag nog een applausje voor al die vrijwilligers willen, Sinterklaas. Ja. Heel mooi hoor. Nou jongens en meisjes, gelukkig is alles goed gekomen, hè. Maar Sinterklaas, ik ben toch wel benieuwd. Waarom waren jullie nou het spoor kwijt? We konden het telefoonnummer niet vinden, maar blijkbaar stond het toch op het servetje. Sorry Sinterklaas, we zullen volgend jaar beter opletten. Dat is wel te hopen, dan voorkomen we een hoop problemen. Sorry Sinterklaas. Oké, hoor. Nou ja. Gelukkig is alles goed gekomen, hè, Sint. Alles is goed gekomen. Zijn wij hier gewend in Liemt. Nou. Zei de burgemeester straks al, alles komt hier goed, hè, burgemeester. Ja. Dat vind ik ook. Sinterklaas. Ik wil vragen of dat jullie mij allemaal willen helpen om even naar alle kijkers thuis te zwaaien. Die nou van Omroep Dommeluid zitten te kijken. Alvast bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Nou Sinterklaas, ja. Dat was een hele toestand, hè, die intocht. Gelukkig had u satelliet Piet nog. Ja, zo. Die heeft alles weer goed opgelost. Alles opgelost. Kon zo hoog en ver over die heen kijken. Die zaten allemaal niet goed aankomen. Ondanks het slechte weer, hè. Ondanks het slechte weer. Heeft je toch op kunnen lossen. Heel geweldig van die satelliet Piet. Ja, dat vind ik ook. Nou, heel knap. Oh, voor papa. Josephine, jij hebt er ook iets van? Kom maar eens even snel naar voren. Kom maar eens. Dan mag jij die vraag snel aan Sinterklaas stellen. Wat wou je vragen? Dat briefje dat waar alles op stond over het begin, daar stonden allemaal dingen op die... We wilden vragen. En had jij daar ook een vraag bij? Nee. Heb je een vraag voor Sinterklaas? Nou, vraag maar eens. Oh, heel oud, hè. Ja. Zal ik jou dat eens vertellen? Kom maar eens even bij de Sint hier. Oh, yes. Dan moet je goed opletten, hè. Ik ben geboren in het jaar 730. Kun je dat onthouden? 730, hè. En het is nu 2014. En we trekken die twee getallen van elkaar af. Dan weet je precies hoe oud de Sint is. Ik zou dat morgen maar eens op school doen. Afgesproken? Een heel leuke vraag hoor, lieve. Daar zit de Klaas die Piet hier gaan tellen. Volgens mij komen ze er niet helemaal uit. Een moeilijke sommer zit de Klaas. Ja, maar ze kan het. Ja, Josephine gaat morgen op school uit. Ja, hè? Ze kan het. Dat gaat helemaal goed komen, weet ik zeker. Oh, die kan keihard rekenen. Hé, er waren nog een paar kinderen die nog iets voor Sinterklaas hadden. Die mogen even naar voren komen. Inge? Nee, het waren nog maar. Ga maar eens kijken. Luc, kom even hier naast mij staan allemaal. Hé, dat is Luc van Oorschot, denk ik. Ik zie het. Oh ja, Luc. Luc, wat? De Sint, die weet nog van Oorschot. Nou, dat weet hij goed, hè? Bij het voetballen en bij de buurt, dan was Sinterklaas ook. Ja. Oh, dus jij kent Sinterklaas eigenlijk al een beetje goed. Oh, dan krijg ik nog wel een handje bij jou, heel. Nou, en een tekening gemaakt. Oh, je had ook nog een vraag, snel. Welke club bent u, Sinterklaas? Ik ben voor Barcelona. Barcelona, ja, in Spanje natuurlijk, hè? Ik ben maar een tijdje hier, maar meestal in Spanje. Oh, dat is wel een applausje waard hoor. Goed gedaan. Heel goed. En mag ik dit hebben? Oh, ja. Piet moet eens kijken. Wat mooi. Mooi, mooi deurtje, daar kunnen we naar binnen. En een plantje. En een plantje. Misschien kunnen we een ruilen voor een beetje pepernoten. Oh ja, maar is pepernoten halen, dus uit Piet. Ik wil pepernoten nog voor mijn tekening. Nou, vertel. Je had een vraag. Ja. Gaat u ook wel eens op vakantie? Ja. Ik ben nu een beetje op vakantie van Spanje naar Nederland. En dat doet me zoveel deugd tegen de kindertjes hier blij kan maken. Want die hebben allemaal mooi een schoentje of een klompje klaarstaan. Met een verlanglijstje. En dat doet mijn Pieter met een Sinterklaasje. Leuk hè? Dus het is een beetje een werkvakantie. Ja. Voor Sinterklaas? Goed. Nou, mag jij gaan zitten? Wie had er nog een knutselwerk voor Sinterklaas? Meegenomen.
Nou, dan mag je dadelijk even gaan zitten, gaan we dadelijk stellen. Kinderen die een knutselwerk hadden, mogen het zelf even aan Sinterklaas geven. Inge? Kijk gewoon, Sinterklaas. Even kijken, want ik heb, oh, ja, ook met Sinterklaas. Ik heb hier zelf een cadeau gekregen. Oh, dat hadden we niet gezien, hè? Dan gaan we daar eens even aan kijken. Ik ben benieuwd. Maar geeft Sinterklaas al het cadeautje? Dus ik denk dat het heel speciaal is dat hij nou een cadeautje krijgt. Oh, mooi toch. Een mooie armband. Wat is dit? Van Loem. Zullen we eens kijken of dit past? Dat ding. Ja, wel. Als een grote ring, denk ik. Oh ja. Nou, hartstikke mooi. Heel mooi. Ja, dankjewel hoor. Heel mooi gemaakt. Inge? Ik heb een meisje gemaakt en ik zit een liedje in. Och, kijk. Zo mooi. En dat is mooi. Dat is heel mooi. Dat is wel heel handig voor s'avonds en s'nachts op de dak zitten, Klaas. Heeft u zo'n lichtje voor? Ja, ja, dan kan ik het goed zien. Ja. Mag ik die meenemen dan? Dan verwissel ik hem met deze, hè, als ik s'avonds buiten ben. Heel prachtig hoor, dankjewel. Kijk eens even. Alsjeblieft. Licht aan, ja. Maar licht hier ook uit. Licht aan, licht uit. Kan allemaal. Ja, zo. Kijk, dat zit daar al weet, hè? Nou, heel knap. Sinterklaas, ik denk dat u heel druk heeft de komende tijd. Enorm druk. Enorm druk. Ja. U moet al de kinderen nog langs natuurlijk. Ja. Want ik denk dat iedereen dus een schoen gaat zetten. Ja. Dan hadden we nog één dingetje, want ik vond het een beetje spannend, Zwarte Piet. Oh. Want wij hebben hier Diebertje Blok. Diebertje Blok. Oh, die kennen jullie? Ja, die kennen we wel, ja. Ja, daar zit ze. Echt waar? Oh, dus ik dacht ja. Kleine Diebertje Blok. Komt er hier nog een koekje? Toch, Diebertje? Zullen we maar klappen dat het niet zo was? Ja. We wilden de Zwarte Piet in de maling nemen, hè? Ja. Wij dachten, daar zal hij wel intrappen, Sinterklaas. Oh, nee. Hij had het helemaal niet wel in gehad, hoor. Ik wil je dat zien. Zeker. Goed heel gedaan. Mooi hoor. Zo leuk. Ja, hartstikke mooi. Ja, je lijkt wel een beetje op Diebertje Blok. Ja. Alleen de jonge versie. Ja. Goed? Ja. Ik ga maar snel zitten. Hey, Sinterklaas, wij dachten eigenlijk, straks voordat u er was, ja, hadden wij eigenlijk gehoopt op een cadeautje toch? Ja. Ik vind eigenlijk. Misschien moeten we daar een liedje voor zingen. Sinterklaas Kapoentje. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, kom van onder. Gooi wat in mijn reetonder. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Nou, geweldig gezongen, lieve kinderen. En ik denk heus wel, kijk eens. Daar is wel een cadeautje. Daar heb ik toch wel een cadeautje voor jullie heeft meegemaakt. Een zaak vol. Zullen we ze even uitdelen dan? Ja. Nou, zullen we dat doen? Zullen we die even snel uitdelen? Gaan we ze snel uitdelen? Gaan we maar zitten, kijk eens. Daar nog een zak. Nog een zak? Ja, maar hier zit een cadeautje in, denk ik. En volgens mij zit er klaar voor iedereen een cadeautje bij. Allemaal een cadeautje bij, hoor. Oh, jullie mogen er niet uitpakken. Ik gelijk mogen we goed. Even wachten. Gaan we hem zo meteen allemaal tegelijk uitpakken? Wat is een tv? Een tv? Wie denkt dat hij een tv heeft? Ja, ik kan deze. Ik kan deze. Of een boekje. Of een boekje? Nou, ik denk een boekje. Ik weet niet of Sinterklaas een luxe cadeau heeft. Sinterklaas een luxe cadeau. Niels. Niels. Volgens mij zouden we heel licht zwakken. Nou Sinterklaas, vindt u het een goed idee als ze nu aftellen? Ja. Jongens en meisjes, we doen allemaal aftellen en dan gaan we allemaal tegelijk een cadeautje opmaken. Goed? 3, 2, 1. Dat is wel heel snel. Ik denk dat jullie Sinterklaas. Jongens en meisjes.
Nou, wie weet de volgende keer iets anders? En ik is ruilen. Kun je dadelijk ruilen? Ja, mag ook maar wel. Wat wil je dadelijk allemaal doen? Goed? Meisje. Nou, Sinterklaas. Nee, jongens en meisjes. Zullen we Sinterklaas bedanken dat u van mij is komen kijken naar de uitzending en naar de intocht? Hoort daar een liedje bij? Ja. Ja, hè? Welk liedje hoort daarbij? Sinterklaas! Sinterklaas! Graag voor de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag Sinterklaasje! Zullen we allemaal zwaaien naar de camera?